Kennisdag als icoon, hè? Want eigenlijk is het icoon van het hele programma PIW. Voor burgers doen. 10 september is de eerste, met een ochtend en een middag. En daarna elke 3 weken op de donderdag. Hoe lang praat je ze toe? Goeiedag, mijn naam is Piet-Hein Daverveld. Ik ben dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Op 17 maart jongstleden had ik heel graag jullie dagvoorzitter willen zijn op het 17e kennisdag waterkeringen. Maar helaas gooide corona roet in het eten. Gelukkig is van uitstel geen afstel gekomen. Want op 10 september aanstaande gaan wij niet naar Burgers Zoo, maar naar Burgers Zoom. Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen willen we toch digitaal bij elkaar komen om risico's te minimaliseren. Gelukkig hebben we allemaal de laatste maanden ervaren dat digitale bijeenkomsten verrassend goed kunnen werken. Zoals de CEO van Microsoft, Satya Nadella, onlangs zei: "We've seen 2 years digital transformation in just 2 months." En dat kan ik alleen maar beamen. Op 10 september gaan we dus naar Burgers Zoom. We beginnen die dag met een inleidende ochtend met 2 sprekers buiten ons vakgebied. In de eerste plaats Melvin Redeker. Hij is een Nederlandse bergbeklimmer en beroepsavonturier. En hij neemt ons mee in het veiligheidsdenken bij klimexpedities. Met zijn expedities, ervaring en verhalen zal hij ons inspireren om anders naar de wereld te kijken en het beste uit jezelf te halen. Daarna is het de beurt aan Sandra Brands. Zij is kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieucoördinator in Burgers Zoo. En zij zal ons vertellen hoe de dierentuin probeert zo duurzaam mogelijk te worden. Het uitgangspunt voor Burgers Zoo is dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden blijft. Aansluitend is er een inhoudelijke workshop over plaagsoorten en probleemkruiden. De volgende 3 inhoudelijke workshops worden in de weken erna gehouden, telkens op een donderdagmiddag. En op 18 maart 2021 zullen we de volgende kennisdag in standhouding waterkeringen organiseren. Hopelijk kunnen we elkaar dan weer in het echt ontmoeten. We pakken het oude programma uit 2020 weer op, grotendeels met dezelfde sprekers en workshops. Maar allereerst kijk ik er naar uit om jullie op 10 september digitaal te ontmoeten. Aanmelden kan via de STOA website. Tot 10 september. Dus Zoom met ons mee, zou ik zeggen. En dan volgend jaar, 19 maart 2021, weer ouderwets live op deze locatie.